Oké, mensen, daar ben ik weer. Zo, het was echt super lang geleden dat ik weer aan het vloggen ben, om het zo maar te zeggen. Ik was dus echt een tijdje gestopt met vloggen, omdat er van alles en nog wat gebeurde in mijn wereldje. geen slechte dingen of zo hoor. Maar het gaat nu zeg maar iets beter en ik heb nu zeg maar de tijd om zeg maar weer te vloggen. Heel veel mensen die hebben mij ook een berichtje gestuurd op Facebook van Jenna, wanneer ga je nou weer beginnen met vloggen? Was zo leuk enzovoort. Dus vanaf nu eigenlijk, het is nu, laat me even kijken. Het is nu vrijdag 10 juli. Dus vanaf nu ga ik lekker gewoon de komende dagen lekker vloggen. Corona's in de wereld. Dus dat is natuurlijk wel fucked up. En ik hoop dat jullie wel gewoon een beetje op jullie zelf letten. En gewoon heel voorzichtig zullen zijn. Want het is niet niks, weet je, wat er nu allemaal gaande is en wat er nu allemaal speelt. Dus, maar ja, stay positive. Dat zeg ik altijd, blijf gewoon positief. En kijk gewoon alsjeblieft uit. Even wat anders. Ik heb een nieuwe muziekformatie. Ze heette Cocktail The Band. En die zitten in Amsterdam. Voor de mensen die Cocktail The Band niet kennen, zoek het even op Facebook op de pagina Cocktail The Band. En dan zien jullie wel vanzelf wie Cocktail is, wat Cocktail doet, wat voor repertoire we hebben. Vanwege corona dus moeten wij sowieso wel die 1,5 meter afstand houden natuurlijk voor onze eigen veiligheid. Maar we gaan wel oefenen. Heel veel andere bands die zijn al eerder begonnen met oefenen. Alleen wij beginnen dus echt vandaag. En dit is dan ook echt mijn eerste oefening met Cocktail The Band. Ik zat hiervoor in de bom. Het ging ook hartstikke super goed. Zulke leuke gasten. Alleen ja, onze wegen die scheiden nou eenmaal. En ik zag altijd maar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor de rest, ja. We hebben wel over een paar maanden, even kijken, in september hebben wij iets staan. Een optreden, maar ik ga nog niet zeggen wat, waar, hoe en zo. Maar dat komt wel in mijn vlog. Ja, but I'm back! Ik heb dus van mijn werk gehad trouwens, mensen. Niet loslaten, dan gaat hij weg. Kijk, omdat wij in verband corona nog steeds werken op werk. Werk op werk of zo. Maar ik ga nu... Ik ga nu even richting Amsterdam, want ik ben echt te laat. Nee, doei. Ik doe het even nog een keer. Ik moet echt gaan, ik ben echt te laat. Doei. Ik ga dus nu richting Amsterdam. Onze oefening. Wat ik hiervoor al zei. En het is best wel lekker weer, de zon schijnt. Het is echt super. Dit is mijn outfit trouwens. Ik had niet eens kunnen laten zien wat ik aan heb. Maar oké, ik ga vandaag dus met mijn vriend's auto. Even energie wonen promoten. Ik had echt nooit gedacht dat het echt zo warm zou zijn. Trouwens, ik heb echt een heel leuk nummer gevonden op TikTok. Tegenwoordig ben ik echt... Oh mijn god, tegenwoordig ben ik echt een TikTok freak gewoon. Dus als jullie mij willen volgen op TikTok, volg mij dan op TikTok, want dat zou ik echt super leuk vinden. Mijn TikTok heet Jenna Singer. Jenna Singer. Jenna met de H, mensen. Vele mensen schrijven mijn naam Jenna zonder H. Dat is echt... Oh nee. Ik ga even luisteren. Ik ga jullie even die nummer laten horen die ik bedoel. Even heel snel. Voordat ik ga rijden. Eerlijk? Hij is lekker toch, of niet? Hij is wel goed, hè? Als jullie willen weten hoe dit nummer heet, schrijf even in de reacties even hoe dat nummer heet. Maar ik ga nu echt snel rijden. Ik zie jullie gewoon allemaal zo meteen. Oké. Okay. En ik ben dus al in Amsterdam. Dat is voor mij echt een uur en 10 minuutjes rijden zonder file.
Alleen ik heb er iets sneller over gedaan dan ik had verwacht. En ik zie nog niemand. Dus ik wacht gewoon rustig af eigenlijk. Ik ben benieuwd hoe die klik is, zeg maar. Ik heb wel met één iemand al best wel een goede klik. En dat is Rinus. Shout-out Rinus! En oh, ik zie dat Rocky er ook al is. Ons gitarist, die ken ik ook van toen destijds. Dames en heren, welkom Lady Jenna. Thank you. To the fam. Yes. Yes. Oké, guys, dit is dus mijn TikTok-account. Voor de mensen die mij nog niet hebben, volg mij. Maar ik was dus op oefening en... Oeps, ze hadden deze niet verwacht. Kijk. Blijf kijken, blijf kijken. Raise your hand if you're gay. En ik ben nu eindelijk in Den Haag bij mijn moeder. Oh, wacht, heb ik mijn auto losgedaan? Ja. Met Sarah, maar ik mag één iemand niet gewoon laten zien, omdat ze gewoon niet op beeld wil. Je weet toch, anders gaat ze me rapporteren en zo, weet je wel. Mag wel haar rug laten zien, denk ik. Hier, hi mom! Oh, ze negeert me gewoon zwaar. Oh joh. Hoi, mijn liefje. Hoi! Dankjewel. En zoals jullie zien ben ik net lekker gedoucht. Ik ben hier, nog hier in Den Haag. En ja, voor de rest ga ik eigenlijk niks bijzonders doen. Dan ga ik even naar huis. Moet ik denk ik nog koken. En dan ga ik weer slapen. En dan ga ik morgen weer werken. Kijk, ik heb echt een lieve vriendin, hè. Ik heb echt een super lieve vriendin. Love you. Because tomorrow it's my birthday. Oh, shoot. Grapje. Overmorgen. Saturday. Zaterdag ben ik jarig. En ik ben maandag eigenlijk officieel jarig, maar ik ga het zaterdag vieren. Oké, mensen. Ik en mijn gezinnetje. Wij kijken The Floor is Lava op Netflix. Maar ik ga gewoon helemaal stuk. Wat hier allemaal gebeurt, ik moet het echt even met jullie delen. Oké, watch this.
kutten. Good morning, my lady people. Ik wil echt zeggen good morning, my neighbors. Oh mijn god, TikTok zit in mijn hoofd, mensen. Shit, ik ga het even opnieuw doen. Hey, lieve mensen. Het is vandaag vrijdag. Ik ga mijn haar denk ik weer donker doen. Ik weet het niet zeker. Denk ik, hè, zeg ik. Wat? Waarom? Ik moet je echt niet meer doen. Eentje begint gelijk. Omdat ze weet dat ik elke dag mijn haar gewoon bijna verf. Nou, niet elke dag. Morgen is het mijn verjaardag. Alleen, we hebben nog allemaal voorbereidingen te doen. Eigenlijk ben ik officieel maandagjarig, maar ik vier het zaterdag. Altijd met de kat vieren, altijd voor het is gewoon fantastisch. Ja, toch? Gewoon leuk. En het is vandaag zaterdag. Oh my god. Ik ben nu al mij zo. Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik voel mij zo brak. Het is echt niet normaal. Alsof ik gisteren zoveel heb gezopen. Maar dat is dus echt niet zo. Ik ben gisteren om 3 uur gaan slapen of zo. 3:30. En het is nu even kijken. Het is nu 12:15. En ik ben zo moe. Ik weet niet wat het is. Maar ik heb mijn koffie. Dus en dan de feestje gaat zo meteen beginnen. Papa, ik dus ik ga zo lekker klaarmaken en dan kan de party started. Nee, dan kan de feestje beginnen. Ik ga laten zien hoe mooi je haar hebt gedaan. Die kan niet lopen, maar ja. Oh wacht, sta ze even hier. Sta ze even op die slipper. Ja. Kijk. Even stilstaan, baby. Kijk. Let the party begin. Echt, mijn moeder heeft zulke lekkere eten gemaakt. Oh my god. Het is gewoon niet normaal. Soutosoepie. Gele rijst. Aardappelsambal. Oké, ik ben net gedoucht. Zoals jullie zien ben ik bezig met mijn make-upjes. Ik heb even kijken. Ik heb dus deze van Revolution. Dat heb ik op mijn ogen. Heb ik deze gedaan. En vervolgens gebruik ik gewoon van Essence. Heel simpel. Die gebruik ik. Zo, en dan ga ik nu eventjes mijn wimpers opplakken en mijn haren zo messen. En dit is mijn haar geworden, mensen. Oh ja, mijn outfit even laten zien. Dit is mijn outfit van mijn mama gehad. Present from my big sissy. We zijn aan de whisky. Sorry, wat zei je? Ik hoorde je echt. We zijn aan de... Oh joh, je bent koud veel langer dan mij. Zo, maar echt. Ik ga wel even met deze doen. Nou, gaat lekker, hè, Jen? Ik zag hoe ging ik. Ik ging zo. Ik ben gewoon de danspas. Neem er nog maar één. Ja. Kijk, barvrouw. Zie je? Ja, soort van. Barvrouw. Lijnen maak ik echt minder sterk. Oh. Nee, we hebben geen blikjes vandaag. Nee. Maar dat maakt ook niet uit.
Dit zijn niet iedereen, er komen nog heel veel mensen. Maar je weet toch, Surinaamse tijden. Nou, wij niet hoor. Nee, jullie niet. Wij zijn lekker fijn. Als je niet op een vlog wil, dan maak ik je baas. I don't care. Ready to mingle mensen. In het geval, je weet toch, ze single. Facebook, Instagram, Snapchat, je weet zelf. Cheers! 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 Ook niet zuinig, hè, zei ik. Nee, echt, hè? Komt je collega even langs. Hè, Jer? Of Ryan, sorry. Goedenavond mensen, Jenna, je bent 28 jaar geworden, heel veel mooie jaren, heel veel gezonde jaren. Ik hoop dat je altijd zo blijft stralen zoals je nu doet. Zing, dans, leef. Leef, fuck jou man. Proost. Ja. En ik ga nu mijn eigen nummer zetten. Ik ga nu mijn playlist opdraaien. Hey, jullie zijn echt kippen, wacht. Dit is mijn poep, hè. Capace, no mate caribe, no te cachunde, al amor. No te capale, no mate coronche, tu problema no, asandudu. Hey! Oni sube el amor, papi con demo, kipa con ello. Acusa no que pije menos. Ik ben even. Zij is voor Twitter. Een nieuwe Q4. Wana! Take me in your love your arms. Oh darling, place your head on my beating heart. Was je al voor mij? Hey, als je in de house. Ze zijn voor mij aan de zingen mensen. Zo lief. Baby, I love you. Nou, hallo, kies je al voor mij. Hey, als je in de house. En het is alweer zondagnacht. Ik weet niet precies hoe laat het is. Alleen, het was wel een heel leuk feestje, dat weet ik wel. Ik heb echt een leuke verjaardag gehad. en ik ben eigenlijk officieel aanstaande maandagjarig, 20 juli. Maar nogmaals, ik heb het gewoon eerder gevierd omdat mijn verjaardag op een maandag valt. En ik ga nu lekker douchen, mijn make-up van mijn gezicht eraf halen. En dan ga ik lekker slapen. Doei! Nou mensen, dit was dan weer mijn vloggie. Ik ga nu mijn vlog lekker afsluiten. Volgende vlog, die komt volgende week zondag online. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Vergeet niet een blauw duimpje achter te laten. Abonneer op mijn kanaal. Voor de mensen die al geabonneerd zijn. Alleen maar liefde, je weet zelf. En ik zie jullie gewoon in mijn andere vlog. Doei!